Internationale televisieproducenten en grote zenders in het buitenland kunnen een nieuw programma, een nieuw format, eerst bij ons in Nederland uitproberen. Het is heel simpel. Je hebt in Amerika een aantal grote networks. CBS, ABC, Fox, noem ze maar op. Waar wij allemaal goede relaties mee hebben vanwege de programma's uit Nederland die daar naartoe zijn gegaan. Zoals The Voice. Zoals The Voice. Voor producenten is het bijna onmogelijk in Amerika om een idee vanaf papier te verkopen aan een network. Dat duurt 2 jaar. En als het je al lukt, ben je ook gelijk al je rechten kwijt. Nou, dus wat wij hebben gezegd, wij hebben 4 zenders in Nederland. Kom naar ons met je idee. Wij gaan het hier produceren en uitzenden. En op het moment dat het hier uitgezonden is, kun je met het resultaat, namelijk laten zien wat het is, inclusief de kijkcijfers, terug naar de wereld en Amerika. Wat hier werkt, werkt vaak ook in andere landen. En de afspraak is dan dat wij mede-eigenaar worden op deze manier van de gelanceerde content. En we gaan daar heel kritisch naar kijken. Je moet dus niet voorstellen dat daar gelijk 10, 12 programma-ideeën uit Amerika op de Nederlandse televisie komen. Ik denk als het er per jaar 2, 3 zijn, dan is het al heel wat. Omdat wij het alleen maar doen met programma's waarvan wij denken dat we daar de wereld mee kunnen veroveren. En er zijn natuurlijk een aantal pijlers, zeker binnen SBS6, die het al heel lang heel goed doen. Denk aan Hart van Nederland, Shownieuws. In hoeverre zijn dat pijlers die vast moeten blijven staan en waar die formats die niet gaan wijken voor die format? Nou, ik denk dat je die programma's nooit moet weghalen, want dan ga je de kijker enorm teleurstellen. Maar ook daar denk ik dat je wel moet blijven werken aan zo'n programma, dat het meegaat in zijn tijd. Je moet niet achterover gaan zitten en denken, nou, het is nu een leuk programma, mensen vinden het leuk, dus we gaan daar 5 jaar niks aan doen. De kijker is heel kritisch, die ziet ook om zich heen steeds nieuwe dingen. Dus we moeten wel alert blijven om te zorgen dat die programma's fris en met hun tijd blijven meegaan.